Vandaag gaan we een tweede deeltje zien van muziek, muziektheorie in Ebelton. We gaan weer kijken hoe we melodie en akkoorden kunnen maken. Maar nu gaan we meer de nadruk leggen op het mineur gedeelte. Dus um, de vorige keer was de majeur toonladder die aan bod kwam en hoe dat we daar akkoorden en een melodie mee moeten maken. Nu is het de mineur toonladder die aan bod komt. Nu, de mineur impliceert het zelf. Is gewoon de droevigere variant. Dus als je droevige muziek wilt schrijven, heb je meer Allee, kun je de mineurtoonladder beter gebruiken. Dus hoe maak je melodie? Het tweede deeltje. Uh, opnieuw een beetje dezelfde opbouw als de vorige keer. De toonhoogte en het ritme is belangrijk. Het ritme hebben we al behandeld, maar de toonhoogte nog niet. In de mineur context. Dus, zoals bij majeur, begint het bij mineur ook met de toonladder. De C-mineur toonladder, die je moet bepalen. Nu, dat is een soort gegeven. C-mineur is C, D, E-mol, F, G, A, B, B, B en C. Dus Do, Re, Mi-mol, Fa, Sol, La-mol, Si-mol en Do. Dat is een soort gegeven. Ik zal dat een keer in e-boton doen, dus we beginnen met do. Uh, ik zal die, voilà, tot hier slepen en dan hebben we uh, re, mi-mol, fa, sol, uh, la-mol, si-mol en dan weer onze eerste graad. Do. Dus dat is de mineur toonladder. Ik ga die misschien een keer afspelen. Oei, we horen niets. Dus voilà, dat is ons basisblokje, onze basisnootjes uit die toonladder. Uiteraard kunnen we dan hoger gaan door alle nootjes nog te octaveren. Dus we kunnen hier opnieuw beginnen van Do kunnen we weer naar de re gaan en dan naar de mimol, en zo verder. Um, en vice versa ook. En we kunnen hier ook naar beneden gaan. Maar dat zijn dus dat is de mineur toonladder in Do. Um, voilà. Zo, net zoals bij um, de majeur toonladder, heeft de mineur toonladder ook een DNA-structuur. Eigenlijk is dat een formule. Uh, dat je van buiten zou moeten kennen, uh, om dat makkelijk te kunnen toepassen in de toekomst. Um, dus we kunnen dat hier mooi in een boton zien. Hè. Eerst hebben we een volledige toon, dus dat wil zeggen twee halve stapjes. Dus we hebben do naar re -mol, is een half stapje, en re -mol naar re is opnieuw een half stapje, dus tezamen samen één stapje. Dan hebben we van re naar mi-mol. Um, daar zit... Een halve tussen. Dan van mi mol naar fa, is een volledige stap. Van fa naar sol zit ook een volledige stap. Sol naar la mol is een halve stapje. En dan van la mol naar si mol is een volledige stap. En dan van si mol naar do is ook een volledige stap. Dus hier heb ik het keer opgeschreven. Dus een volledige stap, halve stap, volledig, volledig, half volledig, volledig. Dus dat is iets wat er een beetje in moet zitten. Natuurlijk, als je de Do-mineur toonladder ronduit: Do, Re, Mi, Mol, Fa, Sol, La, Mol, Si, Mol, Do, kun je dan wel beginnen afleiden. Ja, dus dan kun je hem een keer tekenen in een ebelton en dan kun je ook mooi uh, de stapjes zien. Opnieuw willen we natuurlijk niet enkel in Do-mineur kunnen schrijven, maar ook in andere uh, toonaarden. En dat kunnen we weer makkelijk doen met Ableton. Hè. Dus hier schrijven we Do. Waarom? Omdat onze eerste noot Do is. Dus we zijn vertrokken van Do en dan hebben we ons formule opgebouwd. Ons DNA-structuur. Maar als je die allemaal selecteert en dan uh, sleept je die naar onder, dan behouden we dezelfde formule. Dus we hebben ook een mineur toonladder. Maar de eerste noot is in dit geval bijvoorbeeld een La. En dan ga je zien: La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. En dan hebben we geen kruisen of mollen. En dat is de La mineur toonladder. Dus als je een stuk in La mineur wilt schrijven, um, dan moet je gewoon verslepen. Dus dat is de eerste mogelijkheid. Um, om, um, om de een andere toonladder te bepalen, vertrekken vanuit E-boton zelf, dus vertrekken van die domineur toonladder, en dan verslepen naar de noot wat je wilt, in mijn geval heb ik nu La gedaan, en dat is La, si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, en je gaat zien, dat heeft hetzelfde formuleke, ja, dus ook volledige stap, halve stap, volledig, volledig, half, Volledig, volledig. Dus dat is exact hetzelfde formule. Um, uiteraard, nu zijn we uit Ableton vertrokken. Je kunt het ook op een, allez, op een andere manier zien. Vertrekkende uh, met die DNA-structuur. Dus ik zal dat keer even iets kleiner dat we beide kunnen zien. Uh, voilà. Annuleer. Dus, stel je voor, je wilt nu van het formuleke vertrekken, dan neemt je dat formuleke bij u. Voilà. En dan begint je dus op de noot waar dat je in wilt schrijven. Stel je voor, je wilt nu in een re een melodie-mineur maken, dus dan begin je met de re-noot, en dan ga je zo opbouwen. Dus eerst hebben we een volledige stap. Voilà. Dus dat zijn twee halve nootjes. Dan hebben we een half stapje. Voilà. Dan hebben we een volledige stap. Opnieuw een volledige stap. Dan hebben we een halve stap. Een volledige stap. En een volledige stap. Nu hebben we een melodie. In Re mineur, door het DNA-structuur te volgen. We kunnen dat controleren door bijvoorbeeld het slepen naar Do. En dan zie je Do, Re, mi, mol Fa, Sol, La, Mol, Si, Mol, Do. Dat we hetzelfde figuurtje uitkomen. Dus zo, dat is een tweede soort um, manier waarop uh, dat je de toonladder, de mineur, toonladder kunt bouwen. Oké. Okay. Dus ik stel voor dat we een klein opdrachtje hiermee doen: even zelf aan de slag gaan en proberen een melodietje te verzinnen, um, maar probeer het niet te doen in La of A mineur. Ja. Dus je mocht één welke toon aard kiezen. Um, ik raad u zeker aan om een toonaar te kiezen op de zwarte toetsen, omdat je dat niet echt gewoon bent. En zo gaat het heel goed leren. Bijvoorbeeld een re of een mi um, En probeer daar een keer een melodie van te schrijven. En dan kun je zo je stukje beginnen opbouwen, startende van de melodie. Nu gaan we even naar het tweede gedeelte. Een akkoordprogressie maken. Dus zoals dat we in majeur hebben gedaan, zijn er in mineur ook akkoorden. Hoe gaan we dat nu doen? Opnieuw hetzelfde. Dus we beginnen met de C mineur uh, toonladder, dus do re mi mol fa sol la mol si mol do. Die hebben we hier al opgesteld van daar juist. Dan komt de harmonisatie. Ja, dus we gaan weer met graden werken, zoals de vorige keer. Ja. Dus dat is de eerste graad, de tweede graad, derde graad, vierde graad, vijfde, zesde, zevende en weer de eerste. Nu, een harmonisatie, um, misschien weet je het nog van de vorige keer, maar dat is eigenlijk een tertse stapeling. Dus dat is binnen de toonladder altijd um, een nootje overslaan en dan die noot daarna moet je um, aanduiden of moet je tekenen. Um, en dan ga je eigenlijk een akkoordje maken. En zo wil je drie noten boven elkaar. Dus ik zal het een keer voortonen. Bij de Do. Ja. We gaan daar een keer een tertse stapeling van doen. Dus dat is altijd de volgende noot mogen je niet pakken. Dus Re. Maar die noot daarna moeten nemen. Dus dat is Mi mol. Ja. Ik ga hem hier ook zetten. En dan opnieuw zitten we hier van die mi-mol. De volgende noot mag je niet pakken binnen je toonaard, maar die moet je nemen. Voilà. Dus altijd de nootje overslaan. En zo heb je het, eerste, het akkoord op de eerste graad. En zo kunnen je verder werken. Hè? Dus als we nu de d willen berekenen. Dus eentje overslaan, hup, is die noot. Dan zitten we op die. Eentje overslaan, hup, is die noot. En dan mimol. Dan heb je sol. En dan weer eentje overslaan. Voila. En dan hebben we fa. Eentje overslaan. Heb. En dan zitten we hier, Heb. Eentje overslaan. Voila. Ik ga het nog een keer iets trager doen. Dus we hebben een sol. De la mol gaan we niet nemen. Dat is de volgende toon. Maar we willen de si simol nemen. Voila. Dan bij de simol, de volgende toon is do, maar we willen de do niet, we willen de toon daarna. Dus ja, hier staat dat niet getekend, maar dat is een re-noot. Voilà. Dan weer hetzelfde, sol naar do. En dan eh, van do naar, niet naar de re, maar de volgende noot, en dat is een mi-mol. En dan hebben we het laatste akkoordje nog, C si naar de re, en dan de re naar de fa. En dan hebben we weer het eerste akkoord, do, mi, mon, sol. Ik ga dat een keer laten horen. Oei, dat klinkt heel laag. Ik ga dat allemaal oei, een octaaf naar omhoog transponeren, dan is het iets duidelijker. De shortcut voor een octaaf naar omhoog is dus shift en pijltje omhoog. Dus dat is de geharmoniseerde toonladder. Ik ga even tempo trager zetten, dat we het ietsje trager kunnen houden. Nog iets trager misschien. Voilà. Dus... Nu hebben we akkoorden gecreëerd op de toonladder die we gemaakt hebben. Uiteraard, net zoals in de majeurreeks, heeft de -reeks ook, heeft elk akkoord ook een naam. Dus, ik heb die hier opgeleist. Het eerste akkoord is een akkoord. het tweede is diminished, dan weer een majeurakkoord. Miner, miner, majeur, majeur, miner. Dus je ziet, het is een volledig andere reeks die we ook gaan moeten onthouden. Ja. Um, nu, natuurlijk, we hebben de graden gedaan. En we gaan dat altijd vergelijken met de majeur toonladder. Ja. En wat zien we bij de majeur toonladder? Als we gewoon C, D, E, F, G, A, B, C nemen dan er hier drie molletjes bij staan. We hebben het E-mol akkoord, A-mol akkoord en B-mol akkoord. Dus om ons uh, om te vervolledigen gaan we ook die molletjes erbij schrijven. Dus B3 B6 en B7. Net hetzelfde hier, dus B3 B6 en B7. Dus nu hebben we volledig de reeks. Dus het eerste akkoord is mineur. Het tweede akkoord is een diminished akkoord. Het mol 3 akkoord. Waarom staat er mol voor? Omdat we niet een gewone mi hebben, maar een mol mi. Een mi mol, sorry. <laughs> um, dus gaan we er een mol voor zetten. Dan hebben we 4 mineur. 5 mineur. Dan hebben we een 6 mol majeur. En dan hebben we een 7, ook een mol, dus mol 7 majeur. En dan hebben we weer ons eerste akkoord, en dat is een mineur akkoord. Dus. Um, ah, voilà, hieronder zie je de akkoordsymbolen nog een keer staan. Hoe gaan we dat bepalen? Eigenlijk heel simpel, hè? Het zijn weer. Die onderste nootjes dat heel belangrijk zijn eh, voor de naam, zoals ik dat in de vorige les al zei. Um, dus het eerste akkoord heet C, en dan de aanvulling dat erbij hoort bij de eerste graad. Het tweede akkoord heet d het derde akkoord E-mol, en zo verder. Dus het is altijd de onderste noot die heel belangrijk is. Dus de eerste graad is mineur, dus C-mineur. tweede graad is diminished, dus D-diminished. Derde graad is mi mol. Hier moet eigenlijk ook een molletje staan, maar die ben ik vergeten. Voilà. Um, dus, de vierde graad is een F, Fa mineur. Vijfde graad, Sol mineur. Zesde graad, La mol majeur. En dan zevende graad, Si mol majeur. En dan beginnen we weer op de 1. Dus, die akkoorden dat je hier ziet, zijn eigenlijk de akkoorden die goed passen bij een domineur melodie. Of als je iets in domineur wilt zetten, um, dan kun je die akkoorden allemaal gebruiken. Uiteraard kunnen we weer transponeren. Hè. Dezelfde reden um, als de vorige keer. Het bereik van het instrument en ook de verfrissende werking. Dus... Um, dat we niet elk stukje in, in dezelfde uh, toonaard zetten, want anders gaat de luisteraar snel verveeld worden. Als we nu willen transponeren, dan kunnen we dat via hetzelfde doen als daar juist. Als uh, de melodie die we transponeerden. Dus we selecteren alles en we kunnen gewoon het naar onder zetten. Bijvoorbeeld weer die la. En nu zitten we in la mineur. En dat zijn de akkoordjes op la mineur. Dus de graden blijven hetzelfde. Dus uh, de eerste is mineur, de tweede diminished, de derde is major, de vierde mineur, vijfde mineur, major, major, mineur. Maar nu gaan ze een andere naam krijgen. Dus nu in, uh, in plaats van do mineur hebben we la mineur. In plaats van uh, re diminished hebben we nu si diminished. En zo kunnen we verder gaan. Dus de graden blijven hetzelfde. 1 minuut, 2 diminished, mol, 3 majeur en zo verder. Maar de namen van de akkoorden veranderen. Oké? Okay. Dus, nu hebben we eigenlijk onze progressie bijvoorbeeld getransponeerd naar een. Um, allez, sorry, onze akkoorden getransponeerd naar een andere toonaard. Hoe moeten we nu een progressie maken? Weer exact dezelfde methode. Um, zoals bij de uh, majeur-reeks. Dus ik ga de kraak-akkoorden uh, kiezen. Voilà, ik ga bijvoorbeeld dat akkoord kiezen. En dat duurt zo lang. Um, toch. En dan ga ik dat akkoord kiezen. Ik ben nu gewoon iets random aan het doen. En dan dat akkoord zo lang. Voilà. Stel je voor dat is onze progressie. Voilà, en daar kun je eigenlijk al ietsje van maken. Dus als je dat in een loopje zet bijvoorbeeld, de shortcut is command a Zo heb je eigenlijk al een soort progressie um, dat je kunt gebruiken. Voilà. Dus zo maak je een progressie. Gewoon door daar akkoorden uit te selecteren. Nu heb ik dat heel snel gedaan. Het is best dat je daar zo wat beter op luistert. En misschien mijn gitaar of een piano. Um, als je dat kunt spelen, eerst een keer uitprobeert en zo allemaal dingen proberen die dat je tof vindt en dan kun je het leukste eruit kiezen. Weer die omkeringen, hè. heel belangrijk. Um, dat is het volgende stapje. Dus zoals dat je weet, uh, willen we niet dat we heel grote sprongen maken. Nu, in sommige genres is dat wel zo, maar over het algemeen willen we uh, dat de akkoorden. ...redelijk dicht bij elkaar blijven uh, plakken of liggen. En dat kunnen we doen door sommige noten te octaveren. Bijvoorbeeld die onderste noot... ...kunnen we een octaafje naar omhoog doen. Voilà. Zo gaan de sprongen tussen die twee akkoorden al veel minder zijn. Dan kunnen we bijvoorbeeld een octaaf naar beneden doen. Voilà. En die kunnen we bijvoorbeeld ook een octaaf naar beneden doen. En zo zorgen we ervoor dat... ...ja, je blokske akkoorden veel dichter bij elkaar ligt... ...waardoor dat iets aangenamer wordt voor de luisteraar... ...of minder, ja... ...ja, gewoon minder grote sprongen. Ik ga het even laten horen. Je ziet, dat klinkt al direct volledig anders, hè... ...terwijl dat je exact dezelfde akkoorden hebt gebruikt... Maar gewoon gewerkt hebt met omkeringen. Dus het opdrachtje uh, dat ik wil dat je doet, is zelf nu een progressie kunnen ook maken. Je kunt proberen zelf een progressie te maken op de melodie die je daar juist hebt gemaakt. Uh, Probeer daar akkoorden onder te zoeken die mooi passen samen met de melodie. Nu. Uh, als je dat doet met die melodie, moet je wel zorgen dat je in dezelfde toonaard zit. Hè? Dus als je de vorige keer in uh, Mi-mol mineur zat, moet je nu akkoorden wel uit mi- mol mineur zoeken. Ik wil wel dat je niet in C-mineur schrijft. Uh, gewoon omdat deze les over uh, C-mineur ging. Dus dat zou iets te makkelijk zijn. Je moet zelf uh, eerst bepalen allez, een um, akkoordenreeks bepalen in een andere toonaard. En probeer zowel mineur als majeur akkoorden te gebruiken. Dat maakt de progressie iets leuker. Um, allez, naar mijn mening uiteraard. Um, dus, ja, jullie kunnen aan de slag gaan. Hè. Veel succes.